Bring the action. Had jij in je jeugd rolmodellen? En zo ja, welke? Rolmodellen, dat is een heel groot woord. Ik kijk altijd naar mijn ouders. Mm-hmm. Zie ik nog steeds als een rolmodel, ze zijn nog steeds bij elkaar. Dan denk ik van, dat hoor je niet zo vaak. Ze zijn al vanaf hun 15e bij elkaar. Heb je nu nog een rolmodel? Oh, nou. Ja, die heb ik zeker. Dat is mijn moeder. Niet alleen mijn moeder. Nee, ik heb ook een rolmodel. Ik vind alle krachtige, sterke vrouwen die voor zichzelf staan, voor zichzelf opkomen, zichzelf durven te zijn, daar trek ik heel veel inspiratie uit. Omdat het vrouw zijn is natuurlijk iets fantastisch en daar is dit helemaal op gebaseerd. Dus alle liefde voor alle vrouwen in de wereld. Ja, mijn moeder is toch ook wel echt een groot voorbeeld van mij. Want ze zit ook in mijn dragnaam, Jackie Dionne. Mijn moeder heet Dionne, dus ik wilde haar heel graag in mijn dragnaam hebben. Ze is heel slechtziend en ze is heel sterk, want ze vecht maar door. Nee, ik heb niet echt rolmodellen gehad. Oh. Nee. Ik denk dat het grootste rolmodel mijn moeder is. Oh ja, nou dat is toch mooi? Ja. Wat fijn dat je zo goed bent met je moeder. Ja, absoluut. Ja. Oh. Zit in de kamer hiernaast. Leuk. Oh, ja. Mijn rolmodel is mijn beste vriend, Tony. Hij is 10 jaar ouder dan ik. Hij is gewoon zo zeker over zijn seksualiteit, over zichzelf zijn, gewoon unapologetic. En daar kijk ik echt tegenop. En hij heeft me ook echt wel geleerd om dat ook te zijn. Dus dat is wel echt een rolmodel voor mij. Ik weet niet of ik echt rolmodellen... ik was eigenlijk ook veel te druk met mezelf om rolmodellen te hebben, om naar andere mensen te kijken. Jij bent een rolmodel. Dus ja, het heeft me ontpopt. Ja, vind je dat? Ja, ik vind je echt een mooi persoon. Dus ja. Dankjewel. Mijn zus, dat is ook wel een rolmodel. Ze is gewoon heel confident, ook al denkt ze dat ze dat niet is, maar dat is ze wel. Was de belangrijkste les die je geleerd hebt van je zus? Ja, fuck it. Fuck it. Maakt niet uit wat anderen denken. Wat je zelf over je denkt, dat is denk ik iets wat uitmaakt. Als je jezelf goed voelt over wat je aan hebt of over hoe je bent, dan is dat belangrijk. Nou, ik had zeg maar, in Nederland ook zeker geen rolmodellen. Maar ik was bijvoorbeeld ook al heel erg fan van Freddie Mercury. En het grappige is dat hij heeft en nooit verteld dat hij homoseksueel was. Pas toen hij doodging, een week daarvoor, maakte hij bekend dat hij AIDS had en dat hij homoseksueel was. Maar zo iemand, omdat hij zo uitgesproken was, dat vond ik heel leuk. Dat wilde ik graag zien. Kijk, er zijn nu in de media ook wel echt veel meer LHBT'ers dan toen ik opgroeide. Ik ben wel benieuwd wie dan nu zeg maar die rolmodellen zijn. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Had jij in je jeugd, zit jij al in je jeugd, had jij in je jeugd rolmodellen en welke? Sowieso Nicki Tutorials en Jessie Maya en Alice Oosthoorn. Oh, ik vind haar zo geweldig. Ja, Nicki Tutorials blijft altijd wel een rolmodel. Haar career en met make-up en ook gewoon haarzelf als persoon. En ze doet zoveel dingen nou en ze blijft maar nog meer en meer en meer gaan doen. En dan soms denk je, oh, ik dacht dat wat het was en opeens, boem, nog iets. Weet je wat het allersterkste is van haar? Is dat zij nooit verloochent waar ze vandaan komt. Ja. Ze staat heel dicht bij zichzelf, maar ook bij waar ze vandaan komt. Nicki is gewoon, ik vind het zo'n mooie vrouw. Ze is zo getalenteerd ook, dat ik gewoon, dat is iemand waar ik heel veel aan heb. Ook al ken ik, zij kent mij niet en ik ken haar eigenlijk ook niet. Oh jee, wat een lastige vraag. Ik ga hem daarom ook aan jou stellen. Oh. Wat zijn je favoriete queer series of film? Het is een mooie film waar het thema queer in voorkomt. Oh, ik heb er eentje gezien. Welke? Hollywood. Oh ja, mooi hè? Ja. Maar jij bent er ook geweest. In oh, de tijd vele malen, vele malen. Was het ook echt zo, wat je ziet in de serie? Nee, maar dat heb ik... zo oud ben ik ook niet. Want dit speelt zich af natuurlijk in de eind 40er jaren. Okay. En ik ben al in 45 geboren, maar dan in... Nee, dat kun je niet. Toen was ik nog niet queer. Of gay. Nee. Of, of ik was in de box, dat ik het al wist. Je hebt Pose op Netflix. Dat is ook echt een geweldige serie. Ik vind ook... moet ik even nadenken, maar ik even kwijt. Dat was nog een hele... Oh ja, Sex Education, die wou ik zeggen. Oh, ja. Want daar gaat het bij Pose en bij It's a Sin. Zijn natuurlijk ook heel duidelijk... Over een bepaalde community is het dan ook. Maar bij Sex Education vind ik het zo goed dat...
soms ook iemand die dus het gaat heel vaak niet eens over de worsteling van iemands geaardheid of van iemands zoektocht. Het is gewoon, een jongen valt op jongens en die wordt verliefd. En nou, zoals alle liefdes natuurlijk, daar gebeuren allerlei dingen die wel of niet goed gaan. En de vanzelfsprekendheid die daarin zit, ik vind het heel positief iets, mijn idee dan, dat heel veel jongeren die nu misschien op de middelbare school zitten, dit gewoon zien. Ik ben heel erg een tv-kijker nog steeds. En vroeger ook. Ik ben gewoon opgegroeid voor de tv. En ik keek alle high school series. Maar geen homoseksuele personages. En als het er misschien al was, was het iemands neef aan de drugs in de goot. Ja, precies. Dus het ja. was er gewoon niet. Het was helemaal onzichtbaar. Ik denk dat het wel meer opkomend is. En al helemaal ook met shows, films zie ik het nog niet echt genoeg. Want het zijn toch vaak wel de gay best friends en ja, zo. Dat je in een serie altijd de bijrol gay friend hebt. Yeah. Of de queer friend. Of... Ik denk ook gewoon als er dan wel gay films worden gemaakt, zijn het altijd zulke dramatische. Het zijn nooit gewoon even van die lullige romcommetjes of zo. Het is altijd gewoon van, oh, eentje is nog niet uit de kast. Of ze worden vermoord of zo, weet je. Het is echt altijd gewoon zo dramatisch. En het is gewoon, ja. Ja. Yeah. Dus die ja en nee, denk ik. Vind ik ook. Over het algemeen worden series een stuk inclusiever. Dus gay couples komen vaker voor, er wordt minder deal van gemaakt. Ook als er bijvoorbeeld een gay film is of zoiets. Het gay film is al meteen zo much, weet je wel. Het gaat meestal over twee mensen die heel erg struggelen en dan op elkaar verliefd raken. En de ene is voetballer, de andere is kunstenaar, lalala. En nu is het veel meer van, er komt gewoon een gay couple in voor en zonder dat het per se... Ja, weet je wel. Dus dat vind ik heel erg chill. Mijn vriend en ik zijn bezig met ons eigen boek, kinderboek. Want we vinden het heel erg belangrijk dat kids opgroeien met, nou ja, dat ze zien dat twee mannen ook samen kunnen zijn. Dus er wordt niet gezegd, wij zijn homo, maar je ziet ons wel verliefd zijn in het boek. En, dat vind ik ook wel echt heel erg trots op. Ja, dat soort kleine dingen zijn ook wel echt gewoon, dat is nodig. Ja, super dus... tof. Als je al heel jong begint met dat geaccepteerd te maken. Dus ik noem een heel simpel voorbeeld op de lagere school. Dat je dan niet zegt, Jantje en Miesje gaan naar de markt en halen 3 meloenen. En hoeveel meloenen hebben ze uiteindelijk? Maar ook Jantje en Jantje en Miesje en Miesje. Dan maak je al, denk ik, een hele belangrijke stap. Yeah. Pose of Euphoria? Pose. Ja. Yeah. Absoluut. Ja. Yeah. Ik heb Euphoria niet gekeken. Dus, oh, ik ook niet. Euphoria? Ik ken het zelf niet. Is dat, ja, jij bent hier de zanger, dus als ik hier ga zingen... Ik weet het niet. Dat zijn twee series, toch? Oh, Euphoria is ook een serie, natuurlijk. Maar, weet je wat ik zo mooi vind aan Pose? Pose it. Yes. Poo. Echt, als je niks weet van homoseksualiteit of van gay culture, kijk of de documentaire Paris is Burning. Ja. En daar is dit basis, ook op. Know your history, weet je bitch. Wel? Als je dat allebei gekeken hebt, dan ben je eigenlijk al meteen... gay culture-wise, zeg maar, dan weet je alles inmiddels wel eigenlijk. Het is fantastisch, want het is natuurlijk ook een heel stuk geschiedenis. We gaan het even opnieuw doen. Ja, Euphoria, heb je die allebei niet gezien? Ja, Pose wel, maar Euphoria niet? Nee. Vind ik echt iets voor jou. Moet ik dat nog kijken? Jij kan er ook echt, ja, ik denk dat een van die characters is wel een beetje... Ja, je hebt iets weg van diegene. Ik vind Pose echt prachtig, omdat het eigenlijk laat zien wat racisme en marginalisatie kan doen. En wat ik ook zo mooi vind, letterlijk, dit is gewoon een serie die gebouwd is met een cast, bijna alleen mensen van kleur, die queer zijn. We hadden net even ook over jouw boekenweekgeschenk. Mijn eigen queer boeken. Ja. Heb je daar veel reacties op gehad? Wel op het boekenweekgeschenk, dat is een heel groot boek. Het hoofdpersonage is een lesbische vrouw, hoewel ze misschien zichzelf ook niet helemaal als vrouw identificeert, maar dat is niet heel expliciet erin. Nou, het viel me eigenlijk op hoe weinig in ieder geval recensies er werd uitgehaald van oh, dit is wel volgens mij het eerste boekenweekgeschenk of een van de eerste boekenweekgeschenken met een homoseksueel hoofdpersonage. Ja. Ik dacht van oh, dit is best wel een grote oplage voor een best wel groot publiek met lesbische seks. Toen dacht ik wel, leuk. Ja. Maar het was niet, ik doe het nooit als, zeg maar dat politieke staat nooit voorop. Ik zeg wel eens van lesbische personages zijn geen spinazie qua het moet omdat het goed is. Voor mij voelt het heel natuurlijk om dat te schrijven, want ik ben het zelf. Of dus personages die op een andere manier queer zijn niet altijd lesbisch. Ja, ik vond het echt heel leuk dat je dat gedaan had. Ja, en ik dacht wel, oh, dit is wel een momentje, dit is bijzonder, toch? Ja, fijn. Ja, juist in het boekenweekgeschenk ook. Ja. Ja, nou, ik vind het wel fijn dat je dat zegt. Dat maakt me dan opeens toch wel trots. Ja, en ook wel moedig, vond ik het. Wat zou je jonge mensen die worstelen mee willen geven? Dat ze niet gek zijn, denk ik. Dat was het grootste gevoel dat ik had, dat ik vies was, dat ik gek was, dat ik anders was. En ik ben ook anders, daar ben ik nu achter gekomen. Weet je, ik ben niet doorsnee of zo.
Maar het is niet slecht. Het is gewoon oké. Het is anders op een positieve manier. Ja. Dus ik zou iedereen willen meegeven dat je gewoon jezelf moet durven zijn. Dat klinkt zo cliché en ik ga bijna kotsen als ik het soort van zeg. Maar het is echt zo. Nee, je hebt gelijk. Ja. Het wordt ook gewoon te veel gezegd, maar het is wel gewoon waar. Ja. Het is een cliché voor een reden. Ja. Het klopt gewoon. Ja. Dit is een kans om je leven interessanter te maken, kleurrijker te maken, om moediger te worden zelf. Gebruik die kans.